Criticus Julian Samuel Witt is op 69-jarige leeftijd overleden in Nederland na een periode van ziekte. Hij werd geboren in Brokopondo, Suriname en stond bekend als publicist, schrijver, psycholoog en criticus. In december 2023 werd Witt erkend voor zijn bijdrage aan Suriname en benoemd tot officier in de ereorde van de Palm door president Chan Santokki. De ceremonie vond plaats op de Surinaamse ambassade in Den Haag. Witt debuteerde als schrijver in Suriname in 1974 met de novel Ja, ik ben een Marom. Na zijn vertrek naar Nederland in 1975 studeerde hij in 1976 af aan de Jan van Nassau Pedagogische Academie. Vervolgens behaalde hij in 1982 zijn diploma Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1979 publiceerde Witt het boek Land van Harmonieuze Contrasten, waarin hij de discriminatie van Marons door hun stedelijke rasgenoten in Paramaribo aan de kaak stelt. Hij was tevens actief als dichter. In 2006 ontwikkelde hij het RIS-project, Reparatie Intellectuele Schade, dat werd uitgevoerd in Suriname onder kinderen van de zesde klas in de districten Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne. En dit waren de lokale berichten in het journaal.